dag in het gemeentemuseum Den Haag. Mijn naam is Hans Buurman, ik ben adjunct directeur van het gemeentemuseum. En ik heet u mede namens Benno Tempel, de directeur. Welkom in dit prachtige gebouw. Het is me echt een heel groot plezier om de lancering van het project Kunstgrepen hier in dit gemeentemuseum te kunnen laten plaatsvinden. Vereerd omdat ik het een ongelooflijk leuk initiatief vond. Ik heb daar met Ruud, die hier op de eerste rij zit als initiatiefnemer, uitgebreid over gesproken in het begin toen ik het idee had. Om zo van een aantal topmusea in Den Haag de topwerken te kunnen laten zien. Op een manier dat ook toegankelijk gemaakt wordt voor mensen die wat minder goed horen. En de vraag was natuurlijk aan het gemeentemuseum, willen jullie daarin participeren? En dat leek ja gezegd. Waarmee dan? Victory Boogie Boogie, spreekt voor zich. Hans Jansen, de conservator van het gemeentemuseum, bekend met alles wat met Mondriaan te maken heeft, zal zo meteen iets vertellen over de Victory Boogie Boogie. Straks kunt u het filmpje zien. Het filmpje, zeg maar de film over de Victory Boogie Boogie. Met prachtig commentaar van Tom. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik kan me niet voorstellen dat het niet ongelooflijk leuk is. Maar er zijn nog meer werken te zien in de film. Het meisje met de parel, om maar iets te noemen, van het Mauritshuis zit er ook in. Dat is een werk wat hier toevallig ook hangt op dit moment. Besef even hoe bijzonder het is dat ik nu hier ben en dat twee topwerken van Nederlandse kunst, meisje met de parel van Vermeer en de Victory Boogie Boogie van Piet Mondriaan, die allebei in dit gebouw hangen. Mochten jullie daar nog tijd voor hebben straks, ga ze even in het echt bekijken. Nu kan het nog. Nee, de werken. De werken hangen niet in Gemmen, neem ik aan. De werken hangen hier. Het filmpje is in Gemmen. Maar kijk nog even naar de werken in het echt. Het meisje met de parel is nog een paar weken hier en gaat dan op de tournee de wereld in. Naar Japan onder andere. Om nog even aan te geven hoe ongelooflijk belangrijk dat werk is. Maar er zitten ook topwerken in het filmpje van Museum Essen in het Paleis, de Panorama Mesdag, Museum Beelden aan Zee, en zo zijn er gewoon nog vier of vijf. Die behoren allemaal tot de topcollectie van deze gemeente.